Zo ziet het eruit als je Benfica heet. Je treedt hier dan opeens op, dan ben je opeens wereldberoemd. En dan wil iedereen je zien, live. Het is een soort popartiest. Hij komt binnen. Zullen we proberen binnen te komen, Peter? Daar is hij. Kijk, daar is hij. Daar is hij. Kun jij nog iets verder naar binnen kruipen? Dan kan ik even achter je langs. Realiseer je, er is niets belangrijker dan de partner van een wetenschapper op tijd in het bloemen te zetten. Om ervoor te zorgen dat die wetenschapper hier ook zijn werk kan doen en actief is. Laat ik beginnen met Bertie te bedanken. Ben u trots? Ja, zeker weten. Nou, ik ben nog een beetje beduusd hoor, dat dit allemaal gebeurt. We hadden het echt niet verwacht, dit jaar niet. Ooit wel. Maar ooit wel, hè? Dat zou eens een keer gebeuren. Hè? Ja, dit jaar niet. Dus dan is de verrassing dat is te groot. Hoe is het om met zo'n geweldig slimme man in één huis te wonen? Hij is slim in scheikunde, hè? Zijn jullie trots, Wichter? Ja, hartstikke trots, natuurlijk. Zo'n vader, wie heeft dat nou? Ja, heel bijzonder. Echt. Onvoorstelbaar. Geen woorden voor, nee. Ik moet even een selfie met u maken. Ja, maak jij maar. Met uw vrouw erbij. Dan moet ik me hier voor een selfie. Goh, ze zijn allemaal hartstikke trots, ja. Ik heb, moet je bekennen dat ik een paar keer, heb jij dat niet Peter? Ik heb een paar keer kippenvel gehad en gedacht van, dit is echt een historisch moment. Hè? Daar zit je niet vaak bij. Dit is gewoon, is toch lekker. En ik heb een selfie.